Het afgelopen jaar is voor de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, zeer positief geweest. Dit is gisteren bij de nieuwjaarsreceptie van de vereniging benadrukt door voorzitter Winston Ramotarsing. Het thema van de VES nieuwjaarsreceptie was financieel-economische uitdagingen in 2018. Volgens de VES-topman heeft de organisatie zowel intern als extern belangrijke activiteiten ontplooid. Met name de adviezen die zijn gegeven aan verschillende organisaties, waaronder de regering en de Nationale Assemblée, ziet hij als belangrijke verworvenheden van de vereniging. Ramotarsing had echter geen positieve mededelingen over de economische ontwikkeling van het land. Als we naar BBP kijken, als maatstaf voor onze welvaart, dan zien we dat de wereld als geheel met iets meer dan 2% weet te groeien. Dat wij voor het derde jaar op een rij wederom onze economie hebben zien krimpen. Met naar schatting een krimp van tussen 1 en 2%. Ik zeg naar schatting omdat we pas gaan weten als, ik zag het hier ergens, als meneer Snow zover is om BBP te bepalen. Maar het ziet er niet naar uit dat we gegroeid zijn. En dat is heel erg jammer, omdat de groei van de productie van goederen en diensten in het land bepaalt natuurlijk hoe groot die koek is om te verdelen. En zonder groei krijg je kannibalisme. Ramotarsing maakt zich verder ook zorgen over de staatsschuld. Hij benadrukt dat de grootste uitdaging voor het land de overheidsfinanciën zijn. We hebben het gepresteerd in 2017 die schuld van 7 miljard te laten toenemen. Naar boven de 17 miljard, als ik de cijfers van SDMO mag verlopen. En de schuldpositie heeft een plafond, is een niveau bereikbaar, maar liefst 83% in uitgaande van BBP, zoals we financiën berekenen. De grootste uitdaging voor 2018 blijft echter de overheidsfinanciën. De tijdbom onder onze broze monetaire stabiliteit. Als we kijken naar de ontwerpbegroting 2018, dan zien we dat we verwachten aan lopende inkomsten 5,5 miljard, maar alleen aan personele uitgaven alleen al 2,6 miljard uit te geven. Aan subsidies 1,8 miljard, aan rente en aflossing maar liefst 2,1 miljard. Deze drie posten alleen is al 6,5 miljard. Alles VES-voorzitter Winston Ramotarsing gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging. Voor deze organisatie is het afgelopen jaar positief geweest. Echter maakte Ramotarsing zich wel zorgen over de economische ontwikkeling van het land.